Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Suriname gaat voor versterking relatie met Canada, India en Verenigd Koninkrijk. Herdenking Dag der Inheemsen en 131 jaar Javaanse immigratie middels kranslegging. President Santokki legt wederom nadruk op voordeel van vaccineren. STVS geleidelijk aan weer in de lucht. En uitgaansverbod blijft ongewijzigd. Suriname staat aan de vooravond van het verder versterken van de relaties met Canada, de Republiek India en het Verenigd Koninkrijk. De buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeurs van deze bevriende naties hebben op dinsdag 10 augustus 2021 hun geloofsbrieven overhandigd aan president Chandrika Prasad Santokki. Het staatshoofd legde daarbij de nadruk op het verdiepen van de banden. U hoort achtereenvolgend de diplomaten van India, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook laat minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zijn licht schijnen op de diplomatieke banden. I'm extremely to be happy to be here in Suriname. It's a great privilege and honor to serve as India's ambassador to the Republic of Suriname. India and Suriname share very warm, close bonds, nurtured by generations of Indians who have been living here. And there are many high-level exchanges between the two countries, which are further strengthened, cemented our ties. We have many projects ongoing here. We would like to see it completed on time. It shall be my endeavor to broaden and strengthen these existing cordial relations and explore together with my colleagues in the government further avenues of cooperation and collaboration for the mutual benefit and welfare of the peoples of both the countries. Thank you. Well, first of all, just let's say it's an absolute pleasure for us to be here and to present my credentials as Canada's ambassador to the Republic of Suriname. It's been a little while for me to get here with COVID, and I congratulate the government of Suriname on the handling of COVID. All of our countries have gone through a very difficult time. I had an excellent conversation with His Excellency. We're celebrating 45 years of diplomatic relations between Suriname and Canada, and it's something to be celebrated. We want to develop and strengthen the relationship. We have always been here to assist with development. We want to improve and strengthen that, but also commercial partnerships in what we hope will be a growing economy in Suriname with the discovery of oil and gas. And
and of course partnerships politically and working together in multilateral bodies such as the OAS and the CARICOM. So this is just the first of many trips I intend to make. I intend to be here as regularly as I can and to develop the relationships between the two countries. It's a pleasure to be here, and I want to say thank you for your warm welcome. I've just presented my credentials to His Excellency the President, and I'm looking forward to increasing the relationship between the UK and Suriname. So it's a real privilege to be here, and I see there's many opportunities. We have COP26 coming up, which is the big climate change conference, and that's going to be happening in November this year. We know that Suriname will be represented there, and Suriname's climate issues are very important to Suriname. And I had a very useful conversation with His Excellency the President on climate issues. I'm also very proud to be the first female British High Commissioner to Suriname. Gender issues are very close to my heart, and I'm looking forward to working on gender issues in this country. But it's been wonderful being here. I've been here the last couple of days, and I've really warm welcome. Elk jaar op 9 augustus worden de Dag der Inheemsen en Javaanse immigratie in Suriname herdacht. Deze bijzondere dag is een symbool van respect en blijk van erkenning en waardering voor de Inheemsen en Javanen. Ter gelegenheid hiervan zijn er kransen gelegd te Sanabudaya en Palmentuin. Kijkt u mee. Mooier kan het niet, hè? Dat geeft alleen maar aan die multiculturele samenleving waarin we leven. Twee belangrijke groepen die op één dag een bijzondere dag gedenken. Mooier kan het niet. Maar dat geeft ook aan hoe wij hier ook samenkwamen. Aan dit land zijn we verpand en we gaan het samen moeten doen. Bent u tot nu toe tevreden met de ontwikkeling die deze twee bevolkingsgroepen hier in Suriname hebben gemaakt? Jazeker. Ik prijs me gelukkig dat ik met beide groepen ben opgegroeid, om het even zo te zeggen. Als we kijken naar de Javaanse gemeenschap, het woordje Gotong Royong valt vaker. Samenwerken, samen doen. Ik ben blij dat ik als jonge man tussen hun ben opgegroeid, ook wat de inheemse gemeenschap betreft. Ik ben blij dat ik zoveel vrienden heb in die groep, dat ik zoveel qua cultuur heb meegemaakt met hun. In het verleden mocht ik samentrekken aan Carifestas en noem maar op, VHJI, waar we hier staan, is geen onbekende plek voor mij. Ik heb hier vaker opgetreden als cultuurpersoon. Dus ik ben blij dat ik op deze dag vanuit cultuur ook mijn bijdrage mag leveren naar beide organisaties en beide groepen toe. 131 jaar Javaanse immigratie en natuurlijk de Dag der Inheemsen. Voor mij is het een bezinningsdag, een bezinning waar staan wij als groep, waar komen wij vandaan. Ik weet dat mijn overgrootouders ontberingen hebben meegemaakt om hier te komen. Ze hebben alles achtergelaten in hun moederland Indonesië voor een betere toekomst voor hun nageslacht. Dus wij moeten kijken of dat de moeite waard is geweest. Als dat niet de moeite waard is geweest, moeten wij kijken hoe we dat moeten herstellen. Kijk, wij zijn een jonge generatie. We hebben veel werk voor de boeg als Surinamers van Javaanse komaf. Maar ik geloof wel dat we met samenwerken op elke vlak we met rassenschreden vooruit gaan. En vandaag is ook dag der inheemse minister. Welke boodschap heeft u voor onze inheemse broeders en zusters? Inheemse broeders hetzelfde. Ik was laatst bij een begrafenis dus van de voorzitter van FITS. En daar werd ook de eenheid gepredikt. Kijk, eenheid is belangrijk. Als je als los drijfzand met elkaar omgaat, dan ga je nooit vooruitkomen. Dus daar ook aan mijn inheemse broeders en zusters, wens ik een mooie dag toe. Onder andere omstandigheden natuurlijk met het COVID. Maar laten we ervoor zorgen dat er volgend jaar geen COVID meer is. Zodat we deze dagen, onze dagen, weer groot en als van ouds kunnen vieren. Rijkon tekas poiti. Onder deze slogan heeft op maandag 9 augustus
2021 een grootse drive-through vaccinatiecampagne plaatsgevonden op het terrein van Stichting De Olifant. Bij deze gelegenheid wees president Chandrika Persat Santokhi op het voordeel van vaccineren, namelijk ziekte en zelfs overlijden voorkomen, als ook het verminderen van de druk op de zorg. Landelijk worden door zowel overheid als particuliere organisaties initiatieven genomen om de vaccinatiegraad te verhogen. De activiteit op maandag 9 augustus was daar één van. Wij nemen u mee naar dit moment. Maar belangrijk is dat er keuzemogelijkheid is. En wij hebben als regering gezegd, COVID-virus is ernstig, heel ernstig en nog steeds heel ernstig. We zijn nog steeds in code paars als land. Dat we zeggen, het is nog niet volledig onder controle. Er is een zware druk op gezondheidspersoneel. En wij moeten daarmee rekening houden. Maar hoe komt het dat de ziekeninrichtingen allemaal overvol raken? Omdat personen besmet worden door het virus. En dan beginnen ze de ziekteverschijnselen te krijgen. En dan moeten ze naar het ziekenhuis. En dan komt nog erbij kijken nieuwe varianten zoals Delta. Delta variant is heel gevaarlijk. Besmettingssnelheid is groter. Mensen gaan eerder dood. En daarom roepen we op, kom jullie vaccineren. Want wat is het voordeel als je gevaccineerd bent? Het is geen medicijn. Maar zorgt wel ervoor dat je weerstand op een zodanig niveau gebracht wordt, dat het lichaam in staat is tegen dat coronavirus nog te vechten en onder controle te houden. Zodat je niet in het ziekenhuis belandt. Minister, hoe voelt het aan die tweede prik vandaag? Oh, vrijheid. Ik wens dat we met z'n allen onze gemeenschap dus volledig gevaccineerd zijn. Dan kunnen we meer vrijheden ervaren. Ik denk dat niemand die lockdown zit. Het is vandaag een publieke vrije dag in feite, Ingedé. We zouden het allemaal toch anders willen ervaren. En de regering zorgt ervoor dat we allemaal toegang hebben om gevaccineerd te zijn. Om beschermd te zijn tegen deze ellendige virus. Om ook onze naasten veilig te houden. Dus laten we er allemaal gebruik van maken. Ik heb mijn tweede prikje gehad, dus volledig gevaccineerd. Ik hou wel mijn neus en mondkap op totdat nog meer mensen gevaccineerd zijn. En dat we meer vrijheid kunnen ervaren. Waarom het besluit om vandaag te komen vaccineren? Ik moet namens mijn studie naar Nederland en dan wil ik volledig hier gevaccineerd zijn. Is er een boodschap die je hebt voor andere jongeren die nog niet gevaccineerd zijn? Laat jezelf vaccineren, het is altijd beter. Hoe voelt het aan nu je volledig gevaccineerd bent? Ik voel me veilig. Het geeft me de garantie dat ik besmet kan raken, maar dat het niet zo ernstig zal zijn dat ik ervan dood kan gaan. Ik zou aan ieder aanraden om zich te laten vaccineren, omdat het voor je eigen veiligheid is. Het geeft jou de zekerheid dat je besmet kan raken, maar dat het niet zo fataal zal zijn voor je gezondheid. De Surinaamse televisiestichting STVS heeft geleidelijk aan de uitzending opgestart. Het betreft vooralsnog een proefuitzending. De zenders van het station gingen op zondag 8 augustus uit de lucht nadat wateroverlast vanwege hevige regenval ernstige schade veroorzaakte. De Raad van Toezicht bij STVS is op maandag 9 augustus in spoedoverleg getreden met de directie van het televisiestation en de vakbond. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, die zich oriënteerde bij de STVS, bood steun aan voor het snel weer operationeel krijgen van de zenders. We hebben het volgende voor u vastgelegd.
Er was veel regen gisteren gekomen en dit is de tweede keer wat die apparaat hier nat geworden. En heel veel regen en die boom is, we hebben een heel probleem met die boom. We hebben vier keer gevraagd om die boom te kappen, maar ik heb gehoord, ze willen niet. Maar er zijn veel dure apparaat hier en alles is nat geworden. De STVS valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, dus het was meer als mijn plicht om te kijken waar de schade is. En de schade is enorm, zo erg dat STVS uit de lucht moet en dat is een kwalijke zaak, want STVS is een begrip in Suriname en elke seconde dat STVS uit de lucht is een seconde te veel. Ik heb met de directie gesproken en met de bond. Ze gaan een urgentieplan invoeren, ze hopen vandaag nog de lucht in te gaan. We gaan naar een installateur kijken om een gedeelte van het gebouw los te koppelen, zodat het andere gedeelte gewoon kan airen. We hebben gisteren inderdaad een melding gekregen vanuit de leiding, de directie van het bedrijf, dat er tijdens de hele zware regenbui, rond de uur of 5 uur 's middags, dat er water naar beneden is gekomen in het nieuwbouwgedeelte van de STVS, de controlekamer. En inderdaad, het was zodanig ernstig dat het water zelfs naar de zekeringkast is toegelopen. En water op een gegeven moment uit de zekeringkast stroomde. En u kunt zich voorstellen, water en stroom gaan absoluut niet samen. Dus er ontstond daarbij een paniekreactie. En de heren hebben toen in allerijl getracht om de stroom af te koppelen. Maar ze bedachten zich dat het geen verstandige move was. Dus vanuit een andere plek is de stroom ontkoppeld. Helaas is er ook op de apparatuur die daar stond, is er ook water gelekt. We hebben behoorlijk waterschade aan de apparaten. Daar heeft nog geen inventarisatie plaats gehad, helaas. Maar we verwachten wel dat bepaalde apparatuur misschien niet meer gebruikt zal kunnen worden. Er is heel veel schade aangericht aan het apparatuur van de STVS waarmee wij aan de slag moeten. Het gebouw, maar ook het stroomsysteem heeft schade opgelopen. Dus dat geniet ook een goede aanpak. Alvorens je het stroomsysteem weer kan inschakelen om je apparatuur aan te maken. Apparatuur die we mogelijk kwijt gaan raken. Zeker een waarde van rond de $60,000-$70,000. Maar we geven niet op. Leiders klagen niet. Er is een bepaald vertrouwen in mij gesteld om een job hier te klaren. Ik ben nog steeds gemotiveerd om aan de slag te gaan. Alleen, het doet je wat. Kijk, gisteren toen ik het heb gezien, was de emotie heel hoog. En we zijn er nog. En ik geloof nog steeds dat dit mooi gegeven gered kan worden. Het uitgaansverbod is bij de meest recente COVID-19 maatregelen ongewijzigd gebleven. Dat betekent dat deze periode, zoals bij de voorlaatste maatregelen is vastgesteld, van 9 uur 's avonds tot en met 6 uur in de ochtend. Voor de duidelijkheid, men mag zich gedurende het uitgaansverbod van 6 uur in de ochtend tot 9 uur in de avond begeven op de openbare weg. Het uitgaansverbod heeft alles te maken met het verminderen van kans op besmetting met het COVID-19-virus. In dit kader heeft het parlement recentelijk ook haar goedkeuring gegeven aan het verlengen van de wet burgerlijke uitzonderingstoestand. Dit besluit heeft tot doel het tegengaan van ongecontroleerde verspreiding van het virus in Suriname en voorkomen dat de volksgezondheid, veiligheid en economie verder ernstig in gevaar komen. De COVID-19-pandemie heeft voor Suriname al ernstige gevolgen gehad, met onder meer ruim 660 doden. De maatregelen zijn niet om u onaangenaam te zijn. Wij ervaren allemaal de gevolgen. Help elkaar beschermd te blijven. Laat u zich vaccineren, zodat wij uiteindelijk over kunnen gaan tot normalisatie. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.